Kim. Wie is waar Sherwin? Puntje, puntje, puntje. Wie is waarschijnlijk de vaste speler? Rami Ramzi. Maar als we op een echte match zijn, is Bix wel heel veel commentaar op de scheids. Altijd. Wie is waarschijnlijk de vuilste speler? Met zijn uiterlijk. Rami.
Wacht, ik moet mijn haar nog goed liggen. Nee, nee, de linnen eigenlijk ook zo. Ja, linnen. Ja, Denzel ook. Denzel ook zo. Ja, hij doet de masker en alles. Wie is waarschijnlijk te veel bezig met zijn uiterlijk? Biks is te veel. Tyler Kies! Wie is waarschijnlijk de speler met de meeste aandacht van de meisjes? Wie is waarschijnlijk de speler met de meeste aandacht van de meisjes? Biks. Wie is waarschijnlijk degene met het groot, met de grootste stink? Trainer Chris, 100%. Wie is waarschijnlijk degene met de grootste stinkvinger? Victor. Wie is waarschijnlijk de beste jongleur? Ivan. Sowieso. Dus ik ken dat ook zo. Ja, maar niet zo veel. Wie is waarschijnlijk de beste jongleur? Ivan! Wie is waarschijnlijk de slechtst geklede speler? Ivan. Hij komt hier zo met patas. Kijk deze patas. Ja, toch ook? Dat is toch goed, Pierre? Ja, dat is. Wie is waarschijnlijk de grootste zager op het veld? Zager? Chuchi! Oh, maar hij heeft zijn bal nooit af, maar dan gaan hij al jullie bal helpen. Nee, Bix ook nog wel. Ja. Sava. Meer Bilal. Wie is waarschijnlijk de meeste gedisciplineerde op training? Hoe weet jij dat? Gedisciplineerde. Wat betekent gedisciplineerde? Echt zo altijd best doen. Ja, altijd. Ja. En volgens mij. Achmed. TFF. Ja. Achmed. Ja, Achmed speelt al meer. Ja, Wie is waarschijnlijk degene die begint te dansen in de kleedkamer? Victor! Wie is waarschijnlijk degene met de grootste mond in de kleedkamer? Trainer Kruse. Talibé. Wie is waarschijnlijk degene met de grootste mond in de kleedkamer? Denzel. Bilal ook nog wel. Wie is waarschijnlijk de slechtste verliezer? Wie is waarschijnlijk de slechtste verliezer? Georgie. Waarschijnlijk de slechtste verliezer, Rami. Georgie. Hij weet altijd. Wie is waarschijnlijk de pannenkampioen? Ja. Vroeger was Axel de altijd. Rami lukt dat 1 op de 10. Bij Ramzi lukt dat echt wel. Ik weet wie. Emma. Tuzani. Ja, Tuzani. Remy Krik. Wie is waarschijnlijk de pannenkampioen? Ramzi. Ramzi. Ja.
gezegd. Ja, nog eens dat is keihard tof, deze. Dat moet ook knippen. Hey, dit was het einde van de video. Bedankt voor het luisteren en het kijken. En tot de volgende keer.